Ja jongens, het was hommeles in het gamelandschap toen de PUBG Corporation besloot om de mannen achter Fortnite aan te klagen. Want zij zouden de ideeën voor de Battle Royale, die nu zo populair is, hebben gestolen. Dat is nu van de baan. Maar waarom is dat eigenlijk? Wij hebben het erover. Tom brandt los, want hommeles. Ja, hommeles inderdaad. De PUBG heeft in één keer die hele aanklacht gewoon van de kaart geveegd. Gewoon... Ja, maar die aanklacht die ging verder dan we dachten. Ja, want het ding is zo dat in de algehele consensus heel veel mensen dachten van ja, PUBG wil gewoon het alleenrecht op Battle Royale hebben. Ze willen gewoon een patent op het hele genre. Maar dat wilden ze helemaal niet. Nou ja, goed, stiekem zouden ze dat natuurlijk graag meenemen als het kan. Als jij gewoon dat hele genre voor jezelf kan houden, wat nu echt gewoon het heetste ding is, dan natuurlijk, snap ik. Maar nee, het ging voor hun vooral omdat het een beetje voelde als een soort van corporate espionage, zoals we dat dan noemen. Ja, want zij maken voor PlayerUnknown's Battlegrounds gebruik van Unreal Engine van Epic. Van de makers van Fortnite. Ja, en Epic was zo van, hey, kom, we komen jullie wel even helpen met dat nieuwe Battle Royale, want het werkt nog niet helemaal, dus we komen even langs en we helpen even met optimalisatie. Hebben ze toen gedaan, dus dan denk je van, oh, oké, nou ja, prima, ontwikkelaars die elkaar helpen, superleuk. En een paar weken later zat het in Fortnite. En een paar weken later zat het in Fortnite en werkte het zeg maar veel beter, maar wel grofweg met de concepten van Battle Royale natuurlijk. Of in ieder geval van PlayerUnknown's Battlegrounds. Het is wel echt heel erg hetzelfde. Nou ja, vooral in het begin leek de hut ook echt heel erg hetzelfde. En sowieso toen was het hele ding van 100 man, een eiland. Droppen uit een vliegend ding en dergelijke. Dus ja, wat dat betreft waren er heel veel vergelijkingen. En daarom zou je ook zeggen van, nou, PUBG had die aanmaningen van diefstal misschien nog wel hard kunnen maken. Maar out of nowhere hebben ze eigenlijk zonder toelichting ineens gezegd van, nou ja, we schrappen gewoon die hele rechtszaak en we gaan niks meer met elkaar doen. We gaan niet meer vechten, zeg maar. Dat kan twee dingen betekenen. Ten eerste, ze geven het op. Dat zou kunnen. Van god, ja, we hebben het gezien, gaan we nooit winnen. Of ten tweede, er is iets anders aan de hand. Ja, en dat andere wat aan de hand kan zijn, dat kan hem in twee dingen zitten eigenlijk. Het kan zijn dat er een soort van gezamenlijke shareholder is voor beiden. En dat is het Chinese Tencent. Die heeft een aandeel in zowel Fortnite als PUBG. En is daarmee een soort van op de Oosterse markt, zeg maar, de alleenheerser van het hele Battle Royale genre. Dus die heeft misschien een vinger in de pap gehad dat ze zeggen van, hé jongens, vecht het maar lekker niet uit, want jullie zijn het toch allebei van ons. En we hebben het liefst dat jullie het gewoon allebei goed doen. Ja. Maar goed, anderzijds kan het natuurlijk ook zijn dat PUBG inmiddels zoiets heeft van, ja, dat dingen van elkaar stelen is eigenlijk wel oké, want we pakken ook hun event passes over. Of in ieder geval de battle pass zoals we hem kennen, lijkt best wel gekopieerd te zijn nu PUBG ook de event pass heeft. Ja, de battle pass van Fortnite, daar kun je een soort van event inkopen en dan krijg je allemaal extra's voor een bepaalde periode. Dat heeft PUBG nu ook. Ja, PUBG heeft dat omdat ze nu natuurlijk de nieuwe map Sanhok hebben gelanceerd. En Sanhok is dan ook weer precies zo'n kaart die een beetje dat succes van Fortnite in PUBG probeert te zetten. Dus het is kleiner, het gaat sneller, er is meer loot, je zit gewoon sneller in de actie. En dat is ook vaak, weet je, het probleem met mensen die PUBG spelen. Als ze Fortnite leuker vinden, zeggen ze van ja, met Fortnite is er altijd wel iets te doen, er is altijd actie. Dat heeft PUBG nu dus ook. Oké. Het is een draw. Ze zijn er gewoon klaar mee en het zijn gewoon twee losse games die nu niks meer met elkaar te maken hebben. Behalve Tencent. Behalve de aandeelhouder. Ja. Dit is allemaal pijs en vree. Kies je game die je het leukst vindt. Dat was sowieso al het ding. En ik denk dat heel veel mensen dat sowieso ook gewoon gaan doen. Van je kiest het een of het andere. Of je speelt allebei. Ja, en het hoeft ook echt niet zo te zijn van, oh, PUBG is beter dan Fortnite of andersom of zo. Ik snap niet waarom die discussie er altijd is. Speel gewoon lekker waar je zin in hebt. En gelukkig hebben die twee gasten nu geen geding meer met elkaar. Maar goed, misschien hebben ze wel een geheime deal met elkaar gesloten of zo. Ik heb geen idee. Oké. We gaan het zien. Games is liefde. Speel alles waar je zin in hebt. Maar PUBG is beter. Eens. Ook alleen first person spelen.